Ze zochten een onderwerp voor de, ook voor de campagne. En wat vinden wij als CDA nou belangrijk? Nou, onder andere vinden wij duurzaamheid belangrijk. Nou, toen werd ook bij ons gebrainstormd van ja, waar is wat te zien op het gebied van duurzaamheid? Nou, ik moest nog even denken aan de duurzame open huizenroute. Toen ben ik ook hier geweest. En ja, dat vond ik ontzettend mooi om te zien hoe jullie zelf alle initiatieven nemen. Denk, ja, misschien is het ook wel mooi om te laten zien aan de rest van de... gewoon als campagne, om het gewoon te laten zien van... Ja, wat kun je doen op het gebied van duurzaamheid? Jullie hebben een monumentale boerderij, een stuk bij huis, een stuk bij aangebouwd. Nou, weet je... ja. Nou, ik denk, het is mooi om te zien ja, hoe je dat toch kunt combineren. Toen je of en gewoon comfortabel kunt leven op een duurzame manier. Nou, het doel van deze tocht is eigenlijk gewoon in de praktijk zien wat voor moois er in Gelderland gebeurt. En wat er nou precies speelt in de Duitse en Nederlandse kant van de grens. Hier zijn we op een plek waar hele praktische dingen rondom duurzaamheid en hernieuwbare energie zijn geweest. Gebeuren. We zijn hiervoor bij een smart utilities bedrijf geweest, Binx, een hele vernieuwende manier van bouwen. Vanmorgen zijn we begonnen met het ontbijt op de grens en we gaan nog richting de haven in Emmerich. Het hele distributiecentrum rondom Zeerenberg, maar ook bijvoorbeeld het verhaal rondom de ambulance en de brandweer in Dinxperlo, precies op de grens met Zuiderwiek. We zijn hier geweest bij de familie Kruiselbling. Kruiselbling is een installateur in Winterswijk die veel aan duurzaamheid doet. Wat heeft u hier gezien? Eigenlijk is misschien wel het allerbelangrijkste dat iemand die het bij ons komt installeren zoveel vertrouwen in zijn eigen producten heeft dat hij het zelf als eerst heeft toegepast. Ik denk dat dat heel goed is en dat vind ik nog misschien het mooiste om te zien. Maar wat ook gewoon verrassend blijft en wat ook de uitdaging en de kansen van de hernieuwbare energie zijn, is dat hij gewoon een aantal buizen 70 meter diep de grond in heeft geslagen en daar wordt het hele huis van verwarmd. Ja, dat is toch wel een hele mooie manier om van die dure gasmeter af te zijn. Ja. Hoe belangrijk is duurzaamheid als thema bij de Provinciale Statenverkiezingen? Volgens mij is het een heel belangrijk thema, want we zullen met elkaar daar iets aan moeten doen. Daar willen we met elkaar ook iets aan doen. Dat zijn we ook verplicht aan de mensen die na ons komen. Maar het is ook heel erg belangrijk dat iedereen daaraan mee kan doen. Dat je niet alleen heel veel geld hoeft te hebben om deze dingen te doen, maar ook als je een pensioen hebt of als je gewoon in de fabriek werkt, dat je ook gewoon onder de douche kunt en je huis kunt verwarmen. Nou, dit soort voorbeelden laten zien hoe we ons dat eigen kunnen maken, hoe we dat toe kunnen passen en daarmee ook betaalbaar maken voor iedereen. Want de leus van het CDA is in deze betaalbaar, maar haalbaar. Haalbaar, betaalbaar en draagbaar.